Oké, we zouden nog de header nog even de informatie inzetten. Dat is dus onderste gedeelte, hè. Even kijken wat we in het ontwerp hebben staan. Ik zal eens even wat deselecteren en naar beneden toe gaan. We hebben dus drie vlakken. En in die vlakken staat dus de NOW-gegevens in. En we hebben navigatie van footer. En even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, en die nieuwsgedeelte. Nou, zullen we maar eerst deze doen. Ik ga gewoon voor deze dingen ga ik dus drie diffjes aanmaken. Die diffjes hebben wij volgens mij al een keer gebruikt voor die container. Dus jullie zijn er nog wel mee bekend nu in deze korte tijd. En we gaan er dus drie aanmaken. En we gaan ze dus ook allemaal een naam geven. Een label. Ik haal even de tekst hier weg. En je ziet dus dat je gewoon van twee kanten kunt ID's kunt aanmaken, zullen we zeggen. Je kunt ze gewoon hier intypen en ter plekke verzinnen. Of je maakt ze eerst in een stylesheet aan en dan zie je ze dus hier ook verschijnen. Zoals ik al zei, weet je wel, hou daar rekening mee dat je dus als je het hier typt, hè, dat je het goed overtypt of kopieert en plakt. Dat is de beste manier. Waarom? Omdat ja, HTML, CSS nogal best wel gevoelig is voor typfouten. En ja, doe jezelf een plezier. Als je daar niet zo zeker in bent, maak eerst in een stylesheet een ID aan en dan maak het in de broncode aan. Om deze tutorial wat soepeler te laten verlopen, ga ik hier gewoon ja, dat gewoon hier verzinnen en dan kopieer ik het wel in de stylesheet. Deze ga ik footer nav noemen, vanwege de navigatie wat erin komt te staan. Ik zal er ook even wat witruimte tussen zetten. En de laatste, die noem ik ID nieuws footer. Misschien omdat ik straks nog een nieuwspagina heb en dan heb ik ook ergens een ID die footer, of, nieuws heet. Wie zal het zeggen? Dus ik hou het gewoon op nieuws footer, zodat ik weet dat het van de footer gedeeld is. Ja, dat zijn de drie vlakjes. Even kijken. Moeten we er nog de informatie in gaan zetten? En de breedte in de stylesheet. Dus ik ga dit gewoon selecteren. En ik ga ze in de stylesheet aanmaken. Ik heb hier al een footergedeelte. Ik maak een nieuwe ID hier aan, de NAW. En ik maak nog een ID aan. Dat was. Even kijken, footernav. En nog een ID, de laatste, en dat was nieuwsfooter. Kijk, zo kun je ook geen fouten maken, hè? Kijk, voor mensen die dyslectisch zijn, of licht dyslectisch zoals ik maak nogal ook wel typfouten, leer je het jezelf aan gewoon elke keer die dingen te kopiëren en te plakken. Stel dat je nou een dyslectische fout hebt gemaakt en je schrijft footer met één O. Dan doe je het tenminste consequent. Voor de code maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, het is gewoon een label. Dus ook al zit er spelfouten in, dat zal de label eigenlijk niet zoveel interesseren en de HTML. Dus ik bedoel, dat blijft gewoon werken. Alleen ja, het staat er dan misschien niet zo netjes in. Maar ja, het belangrijkste is dat het werkt. Dus daarom kopieer het gewoon. En stel dat je een spelfout maakt, maak je hem in ieder geval consequent overal hetzelfde, zodat de code blijft werken. Oké, dit is de stylesheet. Nou, dan gaan we eens even de breedtes in opgeven. Nou, het eerste stuk is dus drie kolommen breed. Dat is dus 230 pixels.
with 230 pixels. Even kijken, voetennavigatie, even kijken. Dat is 1, 2. Ja, hier staat nog een beetje witruimte, maar ik maak hem gewoon ook 3 breed. Even kijken, dat is dus hetzelfde, 230 pixels. Kijk, dat is ook het fijne van die kolommen, hè. Je weet nu precies van, oké, de 1 is 3 kolommen, ja, dat is in totaal 230 pixels. Ja, dan zal die andere 3 kolommen ook al 230 pixels zijn. Ja, 231, maar dat is volgens mij omdat hij hier per ongeluk 1 pixel te veel heeft gepakt. Oké, dan de laatste. Even kijken, dat is dus deze. 390 pixels. Je kunt ook gewoon stukken kopiëren en plakken, hè, als je dat fijner vindt werken. Zo. Ik wil even checken, wat dat was er nou? Ah ja, 390 pixels. Vergeet nooit die punt komma, hè. Als die er niet staat, dan kan dat soms heel vervelende gevolgen hebben. Nou, nu hebben we die allemaal een breedte gegeven. Maar zoals ik al zei, hè, divjes die vinden het niet tof om, als ze verder niks van eigenschappen krijgen, om spullen naast hun te hebben staan. Dus ik ga eerst even kijken hoe dit hier eruit ziet. Niet. Je ziet het niet. Even kijken. Dat komt omdat er ook nog niks in staat. Dus ik ga daar even wat tekst in zetten. NAW. Navigatie. Even in laten springen. Dit doet verder eigenlijk niks voor die code, het is puur voor jezelf, hè. En dan nieuws items noem ik het ofzo. 7. Even kijken hoe het hier eruit ziet. Kijk, ja, ze staan dus nu onder elkaar, dus we moeten ze naast elkaar krijgen. Nou, zoals ik al eerder had gezegd, met die float kun je ze dus naast elkaar zetten. Dit kun je in principe gewoon kopiëren. Kopiëren. Plak. En die andere die laat ik ook float left doen. En die nieuwsvoeter, die laat ik float right. Dus die ga ik aan de rechterkant laten lijnen. Zo, en dit moet dus right zijn. Nou, kijken hoe wat het oplevert. Even kijken, nu staan ze allemaal onder elkaar. Nu staan ze naast elkaar, maar nu zie je alweer het probleem verschijnen dat dus de kleur is verdwenen en dat klopt nog niet helemaal. Hoe kan dat? Omdat er nog geen reset div in die achter die laatste is geplaatst. Dus nieuwe div, class, reset. Ik heb het wel eens gezien bij mensen die dus niet precies weten wat ze doen. En die gaan dan, als ze merken dat het dus niet goed gaat, gaan ze te pas en te onpas, gaan ze dus die reset div overal neerzetten. Doe dat niet, want dan krijg je straks echt een rommeltje en ga je maar wat proberen en je weet eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Hou gewoon als een vuistregel, zullen we zeggen, van als je een rij van elementen hebt. Dus ik zal eventjes een voorbeeld pakken. Deze. Die items. Nou, je hebt er dus 3. Achter de laatste van die zwevende elementen, zet dan een reset div neer. Dat is eigenlijk de regel. Als je je daaraan houdt, heb je niks aan de hand. Dus dat is hier hetzelfde geval. Deze en deze en deze stonden naast elkaar. Gaf een probleem. Zet achter deze div, of article of wat voor item het ook is die een float heeft, zet daarachter alleen pas een reset div. Wat die doet is gewoon eigenlijk gewoon een soort nieuwe, ja, een nieuwe regel, zullen we maar zeggen, genereren. En dan kun je er weer netjes onder stapelen. En dan weet je ook precies van, oké, dit is het laatste item in deze reeks, dus ik moet mijn hoogte daarop aanpassen. Nou, dat hebben we dus hier gedaan. Dus krijg je in plaats van witte achtergrond, wat eigenlijk niet klopt, krijg je dus weer
Als het goed is, moet je hem wel even opslaan. Je ziet het sterretje, hè? Ik heb het niet opgeslagen. Als je dan previewt in je browser, dan gebeurt er natuurlijk niks. Even kijken. En jawel, de achtergrondkleur is weer teruggekomen. En je ziet dan ook meteen, het klopt weer. Nou ja, klopt in de zin van dat het nou gewoon zich goed gedraagt. Brave diffjes. Oké,